I
avion. Achtung 6. Thank you.
also he was quite tricky with the shots. That sort of made me struggle a bit more. So yeah, not a great day, I guess, for me. If you look back at this week, are you satisfied, nevertheless, with your week here in Leuven? I definitely say that because I pulled out some you know, pretty good matches over the last 2-3 days. And prior to that, the Dutch Open wasn't so good. So I'm glad that at least, you know, I'm getting some good wins. And I certainly have a lot of positives to take from this tournament. So even though today wasn't great, I think it has been a good you know, tournament overall and some great memories. It was nice being here in Leuven? Definitely. I think it's my first time in this city. And I've had a great you know, great experience here. And I'm glad that so many people came out to watch. So thank you, everybody. Voilà, dames en heren, het was zijn eerste keer hier in Leuven en heeft er een mooie week op zitten met enkele goede wedstrijden. Al was hij over vandaag zelf niet zo tevreden. Thank you very much. And then the winner, Uns Jong from Malaysia. Congratulations. What a perfect final you played. Yeah, thank you for my supporter. They give me a lot of confidence to play this match. Yeah, must be very comfortable playing with the fans in your back and then in this final. Yeah, so I need to thank you a lot to them. You had a tough semi-final yesterday, but I guess you recovered very well seeing you play this this final. Yeah, because like I'm stretching a lot for ready today the match. Yeah. Last week you lost the final in Czechia, today you win, so You're very good at this time of the year. Yeah, I feel like very happy. I find back for my confidence. You know, like last week I lost in the final in duels. Yeah. What's next for you? Next will be for Ireland Open. Yeah. Thank you very much and congratulations, dames en heren, de winnaar Uns Jong from Malaysia. En hij heeft er dus een heel goede week hier op zitten. Was ook al goed bezig in Tsjechië. Vorige week waar hij de finale wel verloor en nu gaat hij naar een toernooi in Ierland. Daar gaat hij spelen en hij was natuurlijk heel blij met al zijn fans die achter hem stonden. En dat gaf hem toch wel een beetje vleugels. So now we are ready for the podium ceremony. En we gaan natuurlijk eerst de runner-up op het podium zetten. Runner-up from this men's singles tournament from India, Ajay Jayaram. En het is mevrouw Sarala van Herk van de Malaysian Association of Belgium and Luxembourg, de president of this association, die de pralines gaat overhandigen aan Ajay Jayaram, onze runner-up uit India. En Johan Gelijns, de schepen van sport van de stad Leuven, de gastheer eigenlijk he, van dit toernooi met de cheque. $720 voor de runner-up voor Ajay Jayaram. En dan zal het mevrouw Van Herk heel veel plezier doen natuurlijk dat de winnaar uit haar eigen land afkomstig is. Een jong van Maleisië. En de vlag natuurlijk van Maleisië, de pralines en een schilderijtje uit handen van Sarala van Herk, president of the Malaysian Association of Belgium and Luxembourg. En Johan Gelijns, de schepen van sport van de stad Leuven, met een iets grotere cheque zoals u ziet. $1200 staat erop voor de winnaar. Voilà ons podium, Jong van Maleisië en Jayaram uit India. Graag nog eens een stevig applaus voor al die vrijwilligers die
het Jonings Belgian International mogelijk maken. Dankjewel. Nog een mooi familieportret en dan zijn we klaar. Zometeen de volgende finale, de voorlaatste finale van de dag. Sebentar lagi Indonesia.